Het politiekeurmerk Veilig Wonen lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Via internet en de hakkenbar op de hoek is een sleutel te bestellen waarmee vrijwel elk slot is open te maken zonder sporen van braak achter te laten. Je maakt de sleutel iets korter en de groeven wat dieper en je slaat met een hamer op de sleutel en klaar ben je. En hoe duurder en hoe beter het slot, hoe makkelijker het open gaat. In Duitsland wordt deze techniek al een tijd toegepast en het is een doorn in het oog van de politie. Gedupeerden treffen hun huis ongeschonden maar leeg aan en hebben geen poot om op te staan tegenover de verzekering. Hein Hansen en Monique Wijnands berichten. Klaar is die klopsleutel. En klaar is de klopsleutel. Hoe lang bent u ermee bezig geweest? 10 seconden. En wat kunt u met deze sleutel doen? Met deze sleutel kan ik dadelijk elke cilinder waar deze sleutel in past mee openkloppen. Zeker weten. Zeker weten. Nou, we zijn hier bij Tool, de Open Organization of Lockpickers. Een groep enthousiastelingen die zich bezighoudt om sloten zo snel mogelijk zonder schade open te maken. Door middel van gereedschapjes of andere technieken. En we doen dat voor de sport en de hobby om, ja, om het zo snel mogelijk te doen. U hebt onderzoek gedaan naar deze methode van sloten openmaken. Wat is de belangrijkste conclusie? Nou, de belangrijkste conclusie is dat we een probleem hebben met mechanische sloten. En ja, ik schrok er eigenlijk van de hoeveelheid sloten die ik even zo in de hand opensloeg. Alles wat hier ligt, kan open? Ja, sla ik probleemloos open. Nou, we beginnen met het meest eenvoudige slot, hoewel eenvoudig. Hij heeft een hele moeilijke keyway, een hele nauwe sleutelingang. 5 pinnen, maar met 1 klap is hij open. Ja, dan hebben we hier een dom sleutel. Dan hebben we hier een NEMEF sleutel. Dan hebben we hier een LIPS sleutel. Er liggen 10 sleutels. En met deze 10 sleutels? Met deze 10 sleutels kloppen we 90% van de deur open. Hoe kom je aan zo'n klopsleutel? Ja, ik ga naar de bouwmarkt toe of een slotenmaker. En ik ga willekeurig van de bekende merk de cilinders kopen. En dan heb ik de sleutels en die hoef ik alleen maar aan te passen. En ik heb een klopsleutel. Dus kun je eigenlijk in elke winkel waar ze sleutels of cilinders verkopen, kopen. En open is hij. Hoe lang bent u al sloten maken? 30 jaar nou. En eigenlijk is dit het einde van het slot. Van in ieder geval het veilige gevoel achter het slot. Voor de sloten die er op dit moment in de handel zijn, is dit het einde verhaal. Qua veiligheid met sleutels. Nou, lekker dan. Ja, je kunt net zo goed een cilinder van 10 euro in je deur zetten als een cilinder van 100 euro. De veiligheid... is wat dat betreft hetzelfde. Dan een 7-pins dimpelslot. Een slot waarvan mensen denken dat het toch relatief veilig is. Open. Is ook een 2-sterren SKG politiekeurmerkslot. Het idee is dat als je een tik geeft tegen de voorste biljartbal, de achterste alleen maar wegspringt. Zoals je ziet. Dat gebeurt er dus ook in het slot. Op het moment dat ik tegen de sleutel een klap geef. Springen alleen de bovenste pinnen naar boven, waardoor er een gat ontstaat tussen alle pinnen. En op dat moment kun je de sleutel omdraaien. De sleutel kun je laten maken bij een sleutelmaker. Die heeft een machine, als je die op zijn diepste instelt, dan is het gebeurd. Je kunt ook als je behendig bent met een file het zelf doen. Stel niet zoveel voor. Nou ja, je moet een vaste hand hebben, maar als je hem op zijn diepte insnijdt, op positie 9, dan, dan is het open. Of het nou bolletjes zijn, palletjes, dingetjes, vrienden, werkt allemaal op dezelfde methode? Het werkt op dezelfde methode, maar als het bolletjes zijn of putjes, heb je wel een speciale machine nodig, dat is wel waar. En dan ga je naar de slotenmaker? Dan ga je naar de slotenmaker of je koopt zo'n machine, afhankelijk van je belang. Wat is het meest opvallende van deze methode? De eenvoud. De meeste, je geeft iemand die het nog nooit gedaan heeft een sleutel en een slaghoutje in zijn handen en binnen een minuut
is merendeel in staat om de sleutels. En dan zie je ook grote ogen van verbazing van, goh, het is toch gelukt. Hoe lang bent u al bezig met het openmaken van sloten? Een jaar of 12. Ja, met specialisten. Wat dacht u toen u hoorde van deze slagsleutelmethode? Ja, een beetje flauw. Het is geen kunst aan. Dan kom je 's ochtends beneden, je televisie is weg, alles is weg en je deur zit gewoon in het slot. Wat zegt de verzekering dan? Waarschijnlijk zal er dan gewezen worden op het niet aanwezig zijn van braakschade en krijgt u geen cent vergoed. Jammer dan. Jammer dan. Voor de verzekering moet je sporen van braak hebben. Als je dus met een klopmethode binnenkomt, heb je geen sporen van braak. Dus je hoeft ook niks bij de verzekering te claimen, die betaalt niks uit. Er zijn geen sporen van braak, dus wij betalen niet. U zult de deur wel open hebben laten staan of iets dergelijks. Die sleutelsets zijn gewoon op internet te koop. Klopt. Is het niet vreemd? Moet je dat niet verbieden? Waarom zou je het verbieden? Je kunt sleutels dan niet verbieden. Ja, goed, maar dit zijn toch wel de speciale sleutels waar je dan eens mee kan inbreken. Ja, maar je kunt met zoveel dingen inbreken. Je kunt met een zaag ook inbreken of met een schroevendraaier. Ga je die ook verbieden? De politie kan geen cijfers geven over hoe vaak dat nou gebeurt. Hoe kan dat nou eigenlijk? Omdat diefstal met valse sleutel natuurlijk heel moeilijk uit de zeven valt van de slagmethode. Hoe vaak wordt dat gedaan met... Nou, hoe kun je dat doen? Hè? Ja, dat kun je niet. Politiekeurmerk veilig wonen. Wat betekent dat, meneer Tsinga? Als je woning aan bepaalde eisen voldoet, dan kun je daar het keurmerk, politiekeurmerk veilig wonen op krijgen. Dan is je pand beveiligd tegen inbreken. En dan kom je met de klopsleutel aan. En dan kom je met de klopsleutel aan. En hoe lang duurt het dan voordat je binnen bent? Ja, een paar seconden. Kun je het nog even laten zien? Ik heb hier een cilinder. Een klopsleutel, een aangepaste sleutel. Ja, het is... En hij is open. En wat heeft dat keurmerk dan voor zin eigenlijk? Als deze methode van inbreek bekend wordt hier in Nederland... en die methode die wordt al toegepast... dan heeft keurmerk helemaal geen zin meer. Dan kun je net zo goed de deur open laten staan. Dit is dus een 15-pin slot. 5 pinnen links, 5 pinnen boven en 5 pinnen rechts. Ja, zeer hoogwaardig. 2 sterren SKG ook, politiekeurmerk. 1 klapje. En ja, ook dit slot is dus alweer open. En ja, dat zijn dus de dingen waarom ik dit zo graag wereldkundig wil maken. Dat het echt een probleem is.